vind je het nou zo leuk om verstoppertje te spelen? Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play Paper Mario in de 1000 Year Door. Ik ben er weer terug in de Steven, terug met een nieuwe aflevering. In de vorige aflevering is onze naam en onze lichaam gestolen en niemand weet wie we zijn. Dus dat gaan we fixen in deze aflevering, waarom ook niet. De enige nadeel is, we moeten back and forth. Oh ja, en Vivian die weet niet wie we zijn en heeft daarom besloten om ons te helpen. Dus we zijn niet meer alleen, maar Vivian is onze vijand, dat is een Shadow Siren. En die chef die wou een superbom om ons op te blazen. Nou, we hoeven ons daar niet zo zorgen op te maken. Hey, what's up, Slick? Been waiting for you. I would have done this back in town, but that wouldn't be look very good, would it? So, this is the one who stole your name and body? He looks sort of familiar to me. Alright, canned chatter! Here's the deal. You get your chance, and then I'll stomp you! If you guess my real name, then you get your body and name back! Fire ain't no name! Je klinkt een beetje als Bill Cipher. Ben je Bill? Wrong a madando, little nobody! What named a kid like that? Prepare for doom, Slink! Don't even think about running away! Wat we toch wel doen. Oh, het is zelfs zo vervelend. Zelfs Vivian kan hem niet aanvallen. Ik weet niet waarom, maar Vivian kan zelfs ook niet aanvallen. Dus dat slaat gewoon helemaal neer op. We zouden hier onze FP gratis kunnen healen. Maar daar heb ik geen zin in. Doei! Ik weet het, we zijn super lame. Hij blijft nu constant hetzelfde zeggen. He must have been hiding there in an ambush, waiting for you to show up. Well, forget him. Let's go get your name back. Klinkt als een heel erg goed idee. Het enige nadeel is, we moeten weer helemaal backtracken naar het kasteel. Dus zoals net zie ik jullie bij het kasteel. Oh boy, nee. Wij staan op totaal geen punt dat wij een Crazy Daisy aan kunnen. We zouden... Nou, daar heb ik te weinig star power voor. Damn. En volgens mij kunnen we ze ook niet immobiliseren met die bom. Maar als het bij bommen, als het bij hun werkt, dan het zou kunnen. Het enige nadeel is, ik weet zeker dat bij hun op het moment dat je wegrent, de kans dat het weer zo'n Crazy Daisy is, zo'n Yellow Crazy Daisy, is net zo groot als bij een gewone encounter. Dus we kunnen het op dit moment niet aan. We hebben de star power er niet voor, dus we gaan nog niet eens proberen. Zit er gewoon eerst dan? Waarom komen we nou zoveel crazies tegen? Oh, die hele Amazing Daisies. Oké. Okay. Nou ja, ik ga het gewoon proberen. YOLO! Oké, we gaan gewoon we gaan gewoon hiden. Die rent weg. Die rent weg, val aan. Nee, ze rennen allemaal weg. Dat is jammer. Nou ja, we hebben een beetje van onze star power kunnen redden, waarom ook niet. Dankjewel, applaus, yay. Yay. Het deed iets. En we zijn weer teruggekomen bij het kasteel. Goed, het grappige in dit kasteel is, we willen nu niet door de hoofdingang, maar we willen via de well. Hier zijn we net niet in geweest. En hier gaan we nu wel in. Sowieso ligt hier een shine voor ons te wachten. En hebben we dus de Beatles. Een Beatle die kan best wel handig zijn om hier eigenlijk aan te vallen. Ik weet niet of we er startpoints voor krijgen. Ik weet ook niet of we die toen geteld hebben. Volgens mij wel. Ja, die hebben we gewoon geteld. En we krijgen er geen startpoint voor, dus ze zijn het niet waard. Het punt is alleen, we komen er dadelijk ik weet niet hoeveel tegen. En ze zijn immuun tegen vuur. En Vivian's aanval is voor Firebase en ze hebben spikes! Auw. Um.
Misschien is het toch eventjes handig om hier onze setup heel eventjes eraan te passen. Oké, laten we eens heel eventjes onze badges een beetje aanpassen. Door... Jumpman uit te zetten. En Happy Flower. Nou, trouwens, nee, ik heb liever de Quake Hammer aan. Oh, fijn. Ik bedoel, ja, de jump badge is handig. Maar... Ja, als je maar... Ja, één partner hebt, dan is het wel zo handig om natuurlijk wel voor te zorgen dat... Ja, dat je... Nog een snel een aardbeving kan doen, waardoor de spiked enemies op de rug liggen. In ieder geval, we zagen net Vivian's aanval. Die geeft 3 knopjes, en, of ja, 3 bliepjes. En dan moet je dus wachten en dan zie je dus van eigenlijk wat, ja. Wat de aanval is die ze kan, of ja, dan kan ze dus aanvallen. Daar komt het praktisch op neer, dat wou ik eigenlijk zeggen. Nou kunnen we de Quake Hammer gebruiken. En natuurlijk staat Luigi daar ons toe te juichen. Dus ja, zoals je ziet, 3. Druk de goede knop in en de aanval is effectief. Eigenlijk best wel een hele simpele aanval. We kunnen gewoon de jump gebruiken. Nou, dan moeten we dus een heleboel vijanden neer gaan halen, omdat we dus geen seconde de tijd hebben om te battelen. Dus ik ga heel eventjes wat Beatles eventjes neermappen. Yay, Beatles, neermappen! Oké, ondertussen is iedereen hier neergemapt. Want ja, anders krijg je dus helaas daar ook de kans niet voor. En we krijgen hiervoor ook nog eens een keer een leuke badge. Namelijk de Tornado Jump. Execute super lethal damage all mid-air enemies. Kan handig zijn, maar nogmaals, het is niet echt handig om dat te gebruiken tegen ja, spiked enemies. Goed, we willen dus hier doorheen lopen. De enige manier om hier doorheen te lopen, dat is door dit ding weg te duwen. Maar zoals je ziet, blokkeert het onze uitgang. En als we teruglopen, zien we dat dat ding dus wegschuift. Dus als we nou ons verstoppen, komen we aan de andere kant terecht en komen we dus bij een nog niet gezien terreintje. En ja, hier zit een hekje, maar daar kunnen we helaas niet naartoe. Dus helaas. Goed. Unexplored plekjes. Met een shine! Oké, dan kunnen we onze roll-ability weer gebruiken om even wc-papier te worden. Dan kunnen we hier doorheen rollen. Vergeet niet, je kunt ook springen als wc-papier. Hartstikke leuk. Kijk. Yay! Maar wat we voornamelijk willen doen is, we willen dus dit Secret Passageway blijven volgen. Het eerste wat we willen doen, is, als ik me niet vergis, zit hier ergens een shine tussen deze, ergens? Nee? Echt niet? Oké. En we zien hier een papegaai. Maar als eerste, laten we heel eventjes looten. Ik bedoel serieus, we zien hier een Mr. Softener, waardoor dat defense van vijanden zachter gaan worden. We hebben hier een Power Plus! Die wil ik! Steeple Key. En de letter P. A letter needed to get Mario's name and body back. Hallo. Good morning, good morning. How are you? Pretty bird, pretty bird. Shine get, shine get. Shine get. Oké. Wat heeft hij te verbergen? Scrog, whatever to those weirdos who were just here? Nah, whatever. It was always nice to have some company. I mean, rock, no matter how important it is, no one knows his real name. Locking me up here just because I know it? And making me guard that name stupid missing letter? No way to train a parent. I really want a cracker. Duplis, you're a big meanie. When's feeding time, huh? Scrog! Pretty Bird, Pretty Bird! Duplis, dat is zijn naam. Let wel op, hoofdletter D werd zo duidelijk neergezet. Dus schrijf hem ook met een hoofdletter D. Ja, Duplis is de naam. En dat is de enige manier om ons body terug te krijgen. We heard that. We heard you, little birdie. Duplis, that is his name. Now let's get your name and body back from that meanie. And we'll teach him a lesson or two while we're at it. Ik vraag me eigenlijk trouwens af wat mijn buddies nou op dit moment aan het doen zijn. Ik bedoel, zouden hun zich niet afvragen hoe en wat? Maar ja, jullie hebben het al door, denk ik, ondertussen. Het is weer tijd om terug te gaan naar de stad.
Confirmed, die beesten zijn er immuun voor. Hey, what's up, Slink? Been waiting for you! Oh god, hallo! Hey Slink, time to cancel your magazine subscription, cause you're getting erased! But first, please amuse me with one more guess. It really gives me joy to watch you squirm in futility as you try to guess my name. So hit me one more time! We will hit you one more time, Mr. Dupless! Yup. What? What did you just say? Dupless. It can't be. No, 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 I'm feeling faint. No. Now it's our turn. Let's get back your name and body back. Where would you go and hide? Yup, terug in het kasteel. En aangezien dat alle vijanden respawnen en dat vijanden die we tegenkomen weer terugkwamen tot ik er helemaal ziek van werd, hebben we een level up! Geef hier die BP. Yay! Just what I needed. Nou, uiteindelijk weer terug in het kasteel. Oh. Willen we weer terug naar dezelfde deur heen en naar dezelfde ruimte waarin onze naam is gestolen. Dit is namelijk cruciaal voor het punt. En aangezien dat deze beesten zeker nu geen HP of, level dinges meer geven. Oh, hij staat nog op de verkeerde positie ook. Waarom staat hij op de verkeerde positie? Wie heeft er aan die switches gezeten? Earthquake! Willen we dus door dezelfde deur heen gaan als waar dat we dus die ruimte hadden? Want Dupless is daar naartoe gerend. En op een of andere vage manier zijn al onze vriendjes, Leafeon, Koops, Goombella en Flurry, allemaal die kant op gegaan zonder te vragen waar dat Dupless mee bezig is. Ach ja, het zij zo. Spelletjes afgelopen. We weten dat hij Dupless heet. Hij zit hier weer boven in de toren. Tenminste, daar ga ik 100% zeker van uit. Ik vind het best wel grappig hoe dat jij in één keer weer op de grond staat. Terwijl dat een hele rare animatie is. Maar dat maakt niet zoveel uit. En hier zijn we weer. You again, Slick. You're pretty stubborn to follow me all the way up here. Fine. I see. I get it. Let's just put it to an end. Let's just put an end to this, shall we? Alright, kids. Put on your fighting gloves. Woohoo! It's me! Sure thing, Mario. We're right there with you. His creep couldn't take us on his own, so he teamed up with a Shadow Siren. Well, we certainly won't be letting him do the what? Bleh! I'm sorry, my acting lessons are out of the door. We certainly won't be letting doing him anything to our little Mario. You're gonna taste the pain of Gonzalo style, Shadow Guy. Very good, my loyal ones. How dare this nameless nobody challenge the great Mario? Mario? The guy who stole your name and body is Mario? That means you're Mario? Yeah. I can't believe it! All this time I was helping Mario! I feel like an idiot! What's going on here, huh? Fine with your girlfriend? Well, don't expect a guy. Don't expect any sympathy from us, coolies! En daardoor moeten we dus beginnen met onze battle. Het probleem is, Vivian, die laat ons hier in de steek. See? Your friends ditch you because you don't have the charisma of me, Super Mario! En we moeten dus weer met Dupless gaan vechten. Nou komt hier dus het grootste probleem. Je kunt de partners neer gaan halen, maar elke keer als je één partner neerhaalt, komt de andere partner je vervelen. Dus wat je wil doen, is je wil gewoon aanvallen. De reden dat ik hier nou niet voor de power ben gegaan. De reden daarvoor is, we hebben onze partner member nou niet bij ons.
Haha. Sorry, Gumbella, maar dat sloeg nergens op. Goed. Wat we willen doen is, nou ja, ook al komt Vivian niet onze kant op, dan gaan we maar Clockout gebruiken. Hopelijk ken ik nog heel goed Button Bash, want daar ben ik een pro in. Oké. En we zullen nou geen damage receiven. Nou ja, daar ben ik al sowieso niet bang voor. Yay! Je hoeft niet bang te zijn voor damage. Oh, krijgen we nou geen damage. I'm sorry, sis. This Mario is the only person who has ever been kind to me. Mario, I'm fighting by your side from now on. I've made my choice. And I'm not turning back. Oké. Prima. Nou ja, we hebben ze nou ondertussen immobilized, dus dan kunnen we maar beter de power bounce doen. Zoveel excellent en we worden daar gewoon gecapt. Het grappige is, als je dit ook nog een keertje doet met Vivian, dan zie je dat vlammetje. En dat zorgt ervoor dat je dus over time... Mario, don't let your guard down, oké? Tot dat vlammetje ook nog eens een keer 1 damage extra doet. Ik vind het eigenlijk wel grappig hoe dat ze daar nou gewoon dus staat te bewegen, terwijl dat ze dus immobilized is. Ach ja, who cares? Vijf damage daar. Nog één keer een shade wheel. Shade wheel, hoe je het ook uit wil schelden. X-knopje. Hij houdt 1 HP over. How dare you try to do this to the great Super Mario? How dare you? Nou, simpel. Gewoon zo. No, why? How? Oh, damn. Yeek! Mario! En we krijgen weer een heleboel star points, wat leuk is. Huh? Ta-t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 a
Killjoys? What? He ran away? I mean, wait, just what the heck is going on here? That wasn't the real Mario? Did we get shell-winged? How could I ever mistake my dear Mario for another? Oh, silly Flurry! So, who's this girl? Isn't she one of the Shadow Sirens you guys mentioned? Why would Gonzalez pair up with one of those creeps? Well, I am. Oh, yeah. Oh, Mario, thanks for sticking up for me. Well, thanks to her, I guess you came through this okay. No sweat, right? Listen, Mario. Sorry about earlier. I'd be happy to travel with you if you'll have me. And Vivian has really joined our party at the moment. This is for you. You got a crystal star again. Your star power is now 5 and Mario learned the special move Art Attack. Something I didn't mention before. Whoopsie. The real end of chapter! Mario defeated the rogue who had stole his name and appearance. Now Mario has 4 crystal stars, that leaves a mere 3 more to find. And that means his quest to collect all of the crystal stars is more than half over. Now Mario heads off towards his next adventure with his new friend, Vivian. But what about Baldum and Merlin? And what became of the doppelganger Dopless? Save all game progress up from this point? Nou, het punt is, het is nu 4:15 en dat betekent voor mij... Time to work! Yay. Dus ja, ik ga hem hier inderdaad opslaan, jongens. Ik dank jullie voor het kijken. De rest van de
end of chapter ding is, komt in de volgende aflevering in verband met ik moet helaas naar mijn werk toe. Ik dank jullie voor het kijken. Heb je leuk zo'n momentje? Laat het natuurlijk weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter natuurlijk als je daar de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Tot de volgende video. We maken er weer een knallen van. Doei! Jullie zijn nog steeds awesome! En dat zullen jullie ook altijd blijven ook. Yay!